Goedemorgen, mijn naam is Jozef Aar. Vandaag een oppervlakte onder de kromme berekening met hulp van de bepaalde integraal, namelijk f van x dx, integraal van f van b min f van a. Hier een voorbeeld hier, rechter 2x, oppervlakte tussen min 3 en 2. We gaan eerst proberen met de bepaalde integraal, dus deze oppervlakte berekening. We rekenen de bepaalde integraal van min 3 naar 2 van de functie 2x dx. En dan krijg je dus, als je uitwerkt, x kwadraat tussen de grenzen 2 en min 3, als je invult, krijg je 4 min 9 is min 5. Dat is een negatieve opwaarde, dat is geen oplossing, kan geen oppervlakte zijn. Daarom, dit werkt niet, je moet een speciale methode gebruiken. We gaan wel gebruiken van een bepaalde integraal, maar de methode, waarom? Want je merkt, dit is een negatieve waarde, dat is een positieve waarde. In feite moet je je integraal in twee delen splitsen. Het eerste gedeelte is van het oppervlakte is dus, het eerste gedeelte is dit gedeelte van min 3 tot 0, met een minder voor, min 3 tot 0. Van 2x dx. Waarom een min? Omdat die, dan wordt die positief, bij de tweede is positief, gewoon plus. Dus plus van 0 tot 2x dx. Een doodje heb je in twee delen gesplitst. De negatieve waarde werd positief gemaakt door er een min voor te schrijven. De positieve waarde werd gewoon staan. Dan gaan we dus berekenen. Dan krijg je dus min. Je krijgt altijd x kwadraat, ja, tussen de grenzen hier 0 en min 3. Plus, je krijgt x kwadraat tussen de grenzen 2 en 0. Ja, dan krijg je dus in het eerste geval krijg je dan min min 9. Ja, die min en dan min 9. Plus 4 min 0. Dan krijg je dus 9 plus 4, dat is samen 13. Die oppervlakte is dus in totaal 13. 13 vierkante centimeter. Ja, dat kan op deze oppervlakte al 9 zijn en die oppervlakte al 4 zijn. En 9 plus 4 is samen 13. De vorige, bij de bepaalde graad doe je 4 min 9, krijg je een negatieve waarde, hier doe je 4 plus 9. Ja, de oplossing hier is 13 vierkante centimeter. Ja. Nu, het tweede voorbeeld hier, een parabool getekend, die onder x-as gaat en terug naar boven gaat. We gaan niet de oppervlakte berekenen van dit punt tot daar, dus je merkt twee delen, opnieuw een negatief gedeelte en een positief gedeelte. De functie is, ja, we gaan eerst de bepaalde graad gebruiken, min 1 tot 3. De functie is, ja, die opgegeven was, is juist, is x kwadraat min 4. Dus we hebben hier x kwadraat min 4, een kwadratische functie. Dus als we een bepaalde integraal breken van x kwadraat min 4, x van min 1 tot 3, dan vind je de waarde. Ja. Dit wordt integraal x tot de derde gedeelte 3, min 4x, dus de grenzen 3 en min 1. Dan krijg je als je uitwerkt de waarde min 3 min 11 derde. Geeft u min 20 derde. Dat betekent dus, nieuwe negatieve waarden, dus we kunnen niet de bepaalde integraal gebruiken, we gaan wel die gebruiken om te berekenen, namelijk, je hebt eerst een negatieve waarde, en dan een positieve waarde. Dit is negatief positief. Grenzen zijn van min 1 tot 2 en van 2 tot 3. Dus we berekenen eerst min, voor de oppervlakte min, ja, vergeet niet de min van min 1 tot 2 van de functie x kwadraat min 4 dx. Ja, en dan heb je positieve waarde van 2 tot 3 van x kwadraat min 4 dx. Ja? Als je uitwerkt, krijg je altijd de formule min x tot de derde gedeelte 3 min 4x tussen de grenzen 2 en min 1. En dan plus, dezelfde functie, x tot de derde min 4x tussen de grenzen 3 en 2. Ja? Als je uitwerkt, krijg je een bepaalde waarde, die nu positief zal zijn, die in eerste min, ja, maakt die waarde, de negatieve waarde positief, en dan krijg je twee positieve waarden, plus en plus. Ja? Als je uitrekent, gelijk een noemer, krijg je de uiteindelijke oppervlakte, die nu een positief getal is. Ja? Namelijk, deze oppervlakte is dan 34 derde. Ja? Je hebt nu een positieve waarde gekregen. Waarom? Omdat je van de negatieve waarde een positieve waarde maakt, en wordt die opgeteld. Als je dus je hebt daar 9 en 7 derde. Als je de bepaalde graad wil berekenen, trek je van de kant eraf, nu wordt die opgeteld, dan heb je een positieve waarde en een oppervlakte. Laatste voorbeeld hier. Een derde graadfunctie, x tot de derde min 4x, nu tussen 0 en 2. Dus hier is 0 gelegen, 2, oppervlakte 0 en 2, dit is maar één tak, maar toch, je moet een negatieve waarde kiezen om die onder x te listen. De oppervlakte zal zijn dus, min, integraal, ja, oppervlakte zal zijn, min de integraal van de waarde 0 tot 2 van uw functie, x tot de derde, min 4x, dx. Als we gaan uitwerken, krijg je dus min, de integraal van x tot de vierde gedeelte 4, min 4x kwadraat,
met op 2 van de grenzen 2 en 0. Ja. Als je uitwerkt, dan krijg je de waarde min 11, min 16 vierde, min 8. Je zou krijgen min min 4, dit is min min 4, maar door de min wordt dan plus, de oppervlakte is dus 4. Dus je vindt in feite de waarde min 4, maar door de min wordt dat plus 4. Ja, hier zit ook min 2, in feite min 9, dat wordt plus 9, dus die min wordt omgedraaid. Dat is de oppervlakte berekenen onder de kromme met doel van de bepaalde integraal, maar onthoud, als je onder x zit, moet je een min voor de bepaalde integraal schrijven om de juiste oplossing te krijgen. Dank je voor de aandacht en tot de volgende keer.